en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik zag het al vet vaak voorbij komen op TikTok. Dus ik moest er ook aan geloven. Ik heb een hele grote bestelling geplaatst bij Temu. Geen idee hoe ik het uitspreek. Dus mocht je het weten, laat het even weten in een comment. Maar ja, ik kreeg een beetje de vibe van Temu. Ik zeg gewoon Temu. Een beetje van Shein en dan ook met heel veel home decoratie en zo. En nu ben ik er dus op gaan kijken, want ik dacht, nou weet je wat, ik download de app. En toen, ik de app downloadde, stond er opeens, ja, krijg je 120 euro couponcode als jij een account aanmaakt. Dus ik denk, nou, dat doe ik. Top. Achteraf snap ik nog steeds niet hoe het werkt, maar ik heb geen 120 euro korting gekregen, maar volgens mij 80 euro korting. Nog steeds vet veel. Ik snap er niet zoveel van, maar er was korting. Ik heb een bestelling geplaatst en ik ga jullie in deze video laten zien wat ik heb besteld. Ben je benieuwd wat ik dus heb besteld bij Temu? Wat mijn ervaring is? Blijf dan zeker even kijken naar deze video. Vergeet zeker geen duimpje omhoog te doen. Daar maak je me echt ontzettend blij mee. En je te abonneren op mijn kanaal. Dat is geheel gratis. En dan wens ik je veel plezier met kijken naar deze unboxing video. Nou, het pakket is echt net geleverd. Dus ik dacht, ja, ik ga het gewoon gelijk filmen. Want ik ben zo benieuwd. Ik heb het trouwens vorige week besteld. En het is dus nu binnengekomen. Dus het heeft ongeveer een week geduurd. Dus nou, dat valt nog mee. Nou ja, ze hadden dus in ieder geval echt van alles te koop. Dus ik heb echt random dingen in mijn winkelmandje gedaan. Dingen die ik zelf nog wilde. Wat ik nodig had. Dus ik ben benieuwd. Ik pak het er gewoon bij. Allereerste item wat ik uit de verpakking haal. Je zult vast denken, wat moet je hiermee? Maar dat is deze spray. Een plastic flesje met zo'n witte, ja, bovenkant van dop. Hier kun je voor alles in doen. Water, als je je haar wil doen of zo. Je kunt hier zelfs olijfolie in doen dat je het zo op je pan spreekt. Ik zag het heel vaak op TikTok ook voorbij komen. En ik wil hier zelf mijn eigen allesreiniger in maken. Waardoor ik gewoon het huis zo kan schoonmaken en dan met een doek kan afnemen. Maar ik vond dit echt heel erg handig. Dus ja, deze wilde ik heel erg graag hebben. Hij ziet er echt heel erg goed uit. Deze kan ik er dus afdraaien. Prima. Maar je zou wel denken, waarom deze spray? Maar deze, dit is dus zo'n nevelspray. Dus hij nevelt heel zachtjes zo op het oppervlakte. Dus het komt er heel zachtjes zo uitgespreid. Prima. Leuk. Deze was 2,70 euro. Oké, dan heb ik twee doosjes. En ik hoop dat dit is wat ik denk dat het is. Dat moet wel. Hier ben ik echt heel blij mee, denk ik. Oh mijn god, ja. Oh, dit is echt geweldig. Kijk hoe leuk. Ik zag dit voorbij komen. En ik ben echt verliefd. Dit lijken op pompoenen. Als je zoekt op pompoenteenglazen, dan vind je deze. En je ziet natuurlijk sowieso heel veel nu met dat ribbelglas. Ik vind dat echt heel erg mooi. Maar ja, hoe prachtig zijn deze theeglazen. Het is ook echt heel erg licht. Ik ben er weg van. Ik vind ze echt heel erg mooi. Dus dat zijn deze glazen. En die waren 5 euro per stuk. Oh, dat vind ik nog best veel. Ja, 5 euro per stuk. Nou ja, aan de prijs, maar leuk. Okay, het volgende item is een basic item. Maar dit had ik echt weer even nodig. Ik laat mijn nagels namelijk altijd doen bij een salon. En mijn nagelvel is echt op. Op een gegeven moment doet hij het gewoon niet meer. En ik zag dat ze echt van die hele goede veldjes daar hadden. En dit zijn echt van die, ja, scherpe veldjes. Dus ik heb twee hiervan besteld. En dit had ik nodig. Dus helemaal blij mee. Hier heb ik 90 cent voor betaald. Dus dan krijg je er twee. Het volgende item is best wel groot. Maar dit is iets wat ik echt heel graag wilde hebben. Ik zit dus ook op TikTok. Mocht je me nog niet volgen. Mijn naam is Floor Delver op TikTok. En ja, ik maak best wel veel. Nou, veel. Ik maak van die clean, organized video's. Ik ben daar echt weg van. En dan volg ik natuurlijk ook. Mijn For Your Page staat helemaal vol met clean talk. En organized video's. En daar zag ik dus telkens dit voorbij komen. Ik haal het even uit. Oh mijn god, dit is groot. Oh, hoe blij kan een mens hiermee zijn. Je hebt dus. Dit is echt een huge ding. Een hele grote bak. En dan zit hier. Wacht even. Heb ik hem nou kapot gemaakt? Nee, hij doet het. Oké, nou, in ieder geval, dit is dus een sladroger. Maar hier doen mensen dus ook hun fruit in. Weet je wel, voor je het dan in de koelkast en al die bakjes gaat doen. Dat je fruit gaat wassen, dat doe je dan hierin. Er zit hier ook, zeg maar, zo'n gelijk zo'n zeefje in. Dus een vergiet. Dus al dat vieze water zo, kun je ook hierin dan opvangen. En dan kun je zien hoe vies het water is. Maar als je het dus hebt schoongemaakt, bijvoorbeeld dus je sla of je fruit, dan stop je dat hierin.
Dit doe je dan zo. Ik heb even gekeken hoe het dus werkt. Hier moet je dan klikken en dan gaat hij zo poep omhoog. Want dan druk je hierop. En dan draait hij. Nou, en dan wordt het dus droog. Als je hierop klikt, rent hij. En dan stopt hij. Nee, wat een uitvinding. Het gaat wel heel hard. Oh. Ja, ik vind het wel grappig. Ja, het werkt. Ik ben hier helemaal blij mee in ieder geval. Ik wil later ook zo'n koelkast helemaal organiseren met al die bakjes. En dan wil ik dus dat je van tevoren alles wast en zo. En dan is dit gewoon ideaal. Ik zie het in ieder geval even voorbij komen. En ik ben hier heel blij mee. Waar een mens blij van kan worden. Deze was wel een beetje aan de prijs. 33 euro. Maar je hebt ze bijvoorbeeld ook bij bol.com of bij de Blokker. Maar dan heb je er een waar je zelf aan moet draaien. En ik ben een beetje lui. Ik wil dan gewoon drukken. That's it. En remmen. Helemaal leuk. Goed, snel door met het volgende item. En dat heeft eigenlijk ook een beetje met schoonmaken en cleaning te maken. Deze zag ik ook de hele tijd bij TikTok voorbij komen. Nou echt, je kan mij echt helemaal echt influencen op TikTok. Maar ik vind het oprecht heel handig. Dit is een beige emmer. De bovenkant is hard, maar dit is allemaal siliconen. En dan druk je hem als het goed is. Tadaa! En dan heb je een beige emmer. Had je in verschillende maten. Ik vond deze leuk, mooi. En het is gewoon handig dat je erin kan drukken. En dan kun je het zo opbergen. €5,94. Dan gaan we weer even naar eigenlijk heel veel organizer in deze video. Maar kijk even dit laadje. Op zich zit er een systeem in, maar het kan beter. Dus ik wil dit laadje organizen. Mocht je het eindresultaat willen zien, check dan dus even mijn TikTok. Want ik ga daar een TikTok video van maken. Dus ja, dat laadje ga ik helemaal opruimen zo in TikTok. Maar daarvoor heb ik iets besteld. En dat is deze. Oh mijn god, hij is groter dan ik dacht. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Als het goed is, past het, want ik heb het opgemeten. Maar dit is dus zo'n acrylbakje met allemaal vakjes. Nou, hier kun je bijvoorbeeld in je make-up kun je poeders erin doen. Maar ik wil hier mijn scrunchies in doen. En dan is dus het goal, want ik heb echt heel veel scrunchies. Slaat nergens op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kan ik maar 8 mag houden, want die wil ik hierin doen. En dan zit het perfect daarin geordend in die la. Laat ik even een scrunchie bijpakken. Oh ja, ik ga hier heel goed op. Ik weet niet hoe ik het bedacht, maar opeens dacht ik, kan je mijn scrunchies in doen? Bijvoorbeeld zo. Die schuif je erin. Geweldig. Ik ben er weg van. Oh, dat past perfect volgens mij. In ieder geval dit bakje. En die kost, even kijken, €6,70. Aangezien ik dat dus helemaal leuk wil organiseren, dacht ik, dan wil ik ook van die sticky notes. En ik zag deze. En dit past er helemaal bij. Het zijn namelijk pastelnoten. En die vond ik echt heel erg cute qua kleur. Er zit paars, roze en groen. En een beetje blauw. Maar ja, dat past natuurlijk helemaal erbij. Dus ik dacht, ja, die wil ik ook. Altijd handig. Deze was €1,34. Nou, en dan heb ik ook pennen besteld. Want dan vind ik dat leuk om alles in hetzelfde steltje te doen. Dan lijkt het al helemaal opgeruimd. Dus ik heb deze pennen besteld. Twee keer. Nou, dan krijg je dus de kleur een beetje zalmroze, blauw, oranje, paars en groen. Daar heb ik ook twee van besteld, want dan moet die la ook gewoon helemaal netjes. En deze kostte €1,25 per set. Dan heb ik nog iets besteld en hier ben ik echt heel erg blij mee. Ik heb altijd een Masha planner voor mijn planner. Naast dat ik gewoon een online agenda heb, vind ik het ook fijn voor mezelf om nog in mijn Masha planner dingen dus te plannen. Voor het overzicht. En nou zag ik dus deze markers voorbij komen. Het zijn dus pastelkleurige markers van die asseerstiftjes in deze kleuren. En die gaat ook in die la, want dat past perfect. Ik heb normaal die van Stabilo, die dikke. Maar dit zijn echt de perfecte pastelkleurtjes. Dus ik dacht, ja, dit vind ik helemaal leuk om te gaan gebruiken. Dus die heb ik ook besteld voor in die la. En deze was €1,79. En dit zijn dus van die hele dunne asseerstiften. Dus dat is perfect. Ook nog pastel. Dus het past helemaal bij elkaar. Nou, dan heb ik echt iets heel random. Het komt ook echt binnen. Alsof het van een heel groot doek is afgeknipt. Volgens mij is dat ook het geval. Dit is zo'n anti-slip matje. Die heb ik dus ook besteld voor daaronder. Want altijd als ik die la open doe, zit er zo'n beetje speling in die bakjes la. Dus dan schuift het alle kanten op. Dus dan doe ik dit eronder en dan die bak erop en dan zie je het niet meer. Maar dan schuift het niet weg. Dus nou, dit is gewoon zo'n anti-slip matje. Niet zo boeiend. Was daar te koop. Ik dacht, ja, die neem ik ook mee. Deze is €1,78. Dan heb ik iets besteld wat ik best wel vaak voorbij zag komen. Maar
geen idee of het werkt. Maar ik heb het maar gewoon besteld. En dan gaan we het gewoon uitproberen. Dit is zo'n shoe rub. En dit is dan zo'n wit stikje. En dan kun je over je schoen halen en dan wordt je schoen weer helemaal wit. Ah, dit voelt echt raar. Het voelt als... klinkt als gum. Het voelt ook wel een beetje als gum. Het is gek. Dit is dus het ding. En dit moet je dan over je schoen halen en dan wordt het wit. Ik heb toevallig geen witte schoenen aan, maar ik ga het even testen of dit werkt. En deze kost 1,50 euro. Het volgende item wat ik heb besteld zijn pastel roze paperclips. Dat vind ik er dan ook helemaal bij matchen met de rest van het... van de stationery. En deze kost 1,80 euro. En dan heb je er echt vet veel. Dan heb ik nog iets. Ja, dit zijn echt allemaal van die handige dingetjes. Maar ik heb het dus wel besteld. En ik gebruik dit dus echt heel erg vaak. Voor van alles en nog wat. Maar dit is dus, nou ja, te schattig in het babyroze. Een meetlint. Nou. Ik vind dit helemaal leuk. Meer kan ik er niet over vertellen. Gewoon een meetlint. En dan druk je, nu is die vast. En dan druk je op dit knopje en dan gaat die in. Hoe schattig is deze? Het is veel schattiger dan zo'n lomp ding. Oké, dan hebben we weer echt even iets leuks. Namelijk gouden lepeltjes. Ik zag dit voorbij komen. En ja, ik vind het dus echt leuk. Om leuke koffies of theetjes te maken. En dan in zo'n mooi glas. En dat je dan ook een leuk lepeltje erin doet. En nu zag ik dus deze lepeltjes. Ik zal ze even uit het plastic halen. En toen dacht ik, ja, daar maak je echt een kopje koffie veel leuker mee. Dit zijn de gouden lepeltjes die ik heb besteld. Dit zijn ze. Dus een hartje, bloemetjes. Ik vind ze echt heel erg leuk. Dus nou, helemaal blij mee. En deze hele set kost 1,98 euro. Dan heb ik nog voor 95 cent van die spoelies voor je wenkbrauwen. Ik gebruik dit dus altijd. En mijne zijn nu bijna allemaal op, zeg maar. Ik gooi er heel vaak ook heel veel weg. Want ik heb die echt al jaren. Dus het was weer even tijd voor een nieuwe bubs. Dus ik heb gewoon van die zwarte spoelies met doorzichtig borsteltje. Ja, en dit gebruik ik dan gewoon om door mijn wenkbrauwen te gaan. Dus ja, heel basic, maar had ik nodig. Kom ik alweer aan bij het allerlaatste item. En dit is iets waar ik echt heel erg blij mee ben. Ik maak dus elk jaar eigen adventkalenders. En die geef ik dan weg. Dus bijvoorbeeld aan mijn beste vriendin geef ik vaak altijd één. Aan mijn zus. Nou, en of ik hergebruik een adventkalender van een jaar daarvoor. Dus bijvoorbeeld die van Rituals. Als ik die dan heb gebruikt, dan gebruik ik die dus het volgende jaar weer. En dan ga ik hem gewoon zelf vullen. Maar ik vind het ook leuk om echt zelf een adventkalender te maken. En nu zag ik dus dit. Ik weet het is nog lang geen kerst. Maar het is wel heel handig. Ik zag dus deze stickers. Het zijn dus adventkalender stickers in allerlei soorten. Maar hier staat dan gewoon 1, 2, 3 de getallen op. En dan moeten ze dus op dag 10, als je die op dat cadeautje plakt, dan kunnen ze op dag 10 dat cadeautje openmaken. Nou, je snapt vast wat ik bedoel, maar er zijn echt hele felle. Deze is ook leuk. Ik vond zelf... Oh, deze is ook leuk. Beetje met dat rood en groen. Maar deze vond ik ook heel leuk. Zwart en goud. Eigenlijk vind ik ze allemaal leuk. Alles met kerst is toch leuk. Oh, je hebt ook rood en wit. Hier nog een keer zwart met goud. Rood met wit. Nou ja, ik vind het helemaal leuk. Dus ik kan heel veel adventkalenders gaan maken. Maar dit is echt handig. Dus dan bestel je gewoon zo'n hele set. En dat is dan 5 euro. En dan heb je dus echt vet veel blaadjes. Dus ja, dat was eigenlijk alles van Temu. Ik ben echt heel erg blij ermee. Hoe blij ik kan worden met bepaalde organized dingen. Ja, ik zit echt helemaal in die fase. Ben je dus benieuwd hoe ik dat laadje helemaal ga organiseren en opruimen? Volg dus even mijn TikTok. Dat is Floor Delvert. Die staat ook wel in de beschrijving gelinkt. En ja, bedankt voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je gauw weer tot een volgende video weer. Doei doei!